Remy, we staan hier in Zundert op het trainingsveld van NAC. Je hebt deze zomer de overstap gemaakt van RKC naar NAC. Hoe is die overstap jou bevallen? Ja, tot nu toe goed. We hebben keihard gewerkt voor de voorbereiding. En nu drie wedstrijden gespeeld. Geen overwinning, maar ja, wel goede wedstrijd gespeeld. Alleen, we hebben soms momenten in de wedstrijd dat we kunnen verbeteren. Maar ja, tot nu toe is het best goed. Je hebt inmiddels ook twee thuiswedstrijden gespeeld. Wat is het grootste verschil voor jou tussen RKC en NAC? Toch twee clubs die dicht bij elkaar liggen in Nederland. Ja, dat klopt. Alles van Brabant. En die stadion van NAC Breda is geweldig. Die fans, ja, er zijn 18 of 19 duizend in het stadion. En, ze zijn fantastisch. Ze zijn achter ons en in een goede periode en een slechte periode ook. Dus wij hebben hun keihard nodig. Je hebt in Nederland ook bij Eindhoven en NEC gespeeld. Altijd op die linksback positie en ook altijd eigenlijk een basisplaats. Hier ben je meteen binnengekomen en ook weer meteen direct een basisplaats. Was dat ook verwacht voor jou? Ja, het is daarom je spel. Om mijn basis te zijn. Maar ja, ik bedoel, je moet elke dag laten zien dat je wil spelen. En als ik een keer of twee of drie shirts speelt, een andere gaat spelen. En je moet altijd de best geven. En, tot nu de coach heeft de vertrouwen gegeven. Maar je moet ook laten zien. Ja, je bent een aanvallend ingestelde linksback die graag mee opkomt. En als je dan ziet hoe NAC dit seizoen wil spelen, ook met druk naar voren, met graag op de aanval spelen. Ik denk dat jouw ideaal ligt. Ja, dat klopt. Ik denk dat dat deze jaar we hebben een goede voetballer in de ploeg. En ik denk dat we kunnen een aardig spel spelen. Dus tot nu toe we hebben niet slecht gespeeld, ik denk. Tegen PSV was 6-1, maar de eerste helft wordt erg goed gespeeld. Die tweede helft tegen Twente ook. We moeten nu zorgen dat die twee helft goed spelen en dan de overwinning gaat komen. Meteen al komende zondag tegen Zwolle? Ja, ik hoop voor de eerste overwinning. Voor de Winterland Weekend zou het perfect zijn.